Welkom dames en heren bij de tweede aflevering van de Corso Plaatjes podcast. De vorige keer hebben we een terugblik gehad op het Corso 2019. En in deze aflevering gaan we in plaats van een terugblik een vooruitblik doen op het Corso van 2021. Ik heb hier als gast deze aflevering Giovanni Vissenberg. Yes. En Giovanni, jij bent een van de ontwerpers van een wagen uit Zundert van 2021. Dus vandaar is het ook een mooi om even een vooruitblik te doen met een van de ontwerpers. Ja, jij bent, klopt helemaal. Jij bent de ontwerper samen met Daan Verwijmeren van Buurtschap Markt, Missing. Ja. Vertel eens iets over dat ontwerp. Nou, Missing, dat is een... Als je naar het ontwerp kijkt, zijn het zes pakken melk. Met daarop gezichten van vermiste mensen in die tijd uit Amerika. Hoe wij op dit idee eigenlijk gekomen zijn, is vooral veel googlen. Heel veel googlen. Totdat je op een gegeven moment ergens opkomt van hè. Ja, het is, wij zijn daar 2,5 jaar geleden zijn wij daarmee begonnen. Samen, Daan en ik, dan met z'n tweetjes. Oké. Okay. En... Nou ja, waar wij mee begonnen was eigenlijk... Wij wilden een persoon in beeld brengen die vermist was. Dus wat wij gedaan hebben is... wij hadden toen als onze eerste tekening... Dat waren 3 of 4 bomen... Uh-huh. Waar een vrouw aan vastgebonden zat. En aan de achterkant van het bos... Zou dan een heel groot papier uitrollen, zeg maar... Met een heel verhaal wat die vrouw overkomen was. Ah, maar ja, in principe is dat veel te... Ja, moet ik dat zeggen? Dat is niet een corsozundig... Dus ik hoor zo zinnetwaardig idee. Dus toen zijn we eigenlijk verder gaan kijken en kijken en kijken. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van ja luister, we leggen het gewoon even aan de kant en we komen er nog op terug. En elke keer wanneer we er iets van voorbij zagen komen of we dachten van hè, dit is nog leuk om erbij te doen. Dan schrijven we het gewoon op en wie weet komt er nog iets verder uit. Ja. Nou ja, toen zijn wij... vorig jaar, dus voor het Corso 2019, ben ik samen met Daan Vrijmer en Thomas Leeuw. Met z'n drieën zijn wij proberen te gaan ontwerpen. Oh, ja, ja. Toen hebben wij bij Buurtschap La Heide ingediend. Omdat Buurtschap de Berk, wij zitten alle drie bij Buurtschap de Berk. En, maar bij Buurtschap de Berk hadden ze eigenlijk al gekozen voor Harry. Dus wij waren... Ja, wij hadden toen zoiets van, nou ja, we gaan naar La Heide. En La Heide was ook een buurtschap waar ik vroeger altijd bij gebouwd heb, omdat er heel veel familie zat. Dus toen hadden we 2 ontwerpen ingediend. En nou ja, eindstand zijn we daar helaas niet gekozen. Toen kozen ze rimpels. Ja, en toen zijn we eigenlijk verder gaan denken. En toen kwam Thomas ermee van, ja, ik ga toch liever nog een jaar alleen. En toen zijn Daan en ik zelf met z'n tweeën gebleven. Ja. Toen dachten we ineens van laten we nog eens bij Missing gaan kijken. In eerste instantie was het vermist. Uh-huh. Ja, en toen zei, op een gegeven moment hebben we wat tips gekregen van andere ontwerpers. Van hé, ga eens verder weg zoeken dan Nederland. Probeer eens iets... probeer eens de rivieren, de beken, de zeeën over te gaan, ja, zeg maar. Ja. Nou ja, wij dat gedaan. En toen op een gegeven moment, toen zag ik op internet, zag ik ineens vermist Amerika in de zoekbalk staan. Dus ik klik daarop en toen kwam ik eigenlijk gelijk pakken melk tegen. Ik denk van ja, dit is toch wel iets waarvan ik denk van dit zou wel eens iets kunnen zijn. Waar jullie op de idee op kunnen voortbouwen. Ja, precies. Dus toen vanuit daar zijn we eigenlijk verder gaan denken. Wat kunnen wij doen en op wat voor manier willen wij het gaan doen? Ja. Dus daaruit is eigenlijk uiteindelijk Missing gekomen. En in eerste instantie was het vermist, dus eigenlijk in het Nederlands. Maar ja, omdat we toch naar een Amerikaanse kant zijn gegaan, is het Missing geworden. Ja, nou, ja, een heel interessant verhaal. Probeer een beetje uit te leggen. Had ik er allemaal niet achter gedacht. Het is een ontwerp wat is gaan rijpen eigenlijk. Ja, ja dat zijn meestal... Dat zijn meestal betere. Nou ja, ik, dat is heel voorzichtig gezegd. Ja. Nee, ja, en als we de eerste tekening erbij pakken, zien we ook heel veel siertikwerk. Ja. Ik neem aan dat ook net zoals die vermiste, dat is even een vraag van mezelf hoor, wat ik mezelf afvroeg. De melkpakken, daar komt natuurlijk die vermiste... posters op te staan. Worden de melkpakken ja, zelf klopt. Ook echt siertik? Of krijgen die gewoon apart een
krijgen die echt een merk of een uitstraling? Nou, Of... ik heb wel, ik kan wel wat verklappen over dat hele idee, zeg maar, over het pak, over de pakken melk dan. Ja. Nou, je hebt natuurlijk, je hebt een pak, de lange vlakken, zeg maar, dus in de lengte, dat zijn vier vlakken, ja. Waar het meeste natuurlijk op staat. Ja. En wat je dan gaat krijgen is een vlak met iemand die vermist is. Mm-hmm. Of twee mensen die vermist zijn, dat komt op één kant te staan. Dus met een foto, met tekst erbij, noem het maar ja, op. Ja. Wat je dan krijgt is een deel van het pak wat gewoon de voorkant van een pak is. Dus met de merk erop, ja. Waar je een beetje kan vergelijken met het pak Vla van Molenstraat, ja, met boodschappen. Daar zat ik ook meteen aan te denken, vandaar ook die vraag. Juist. Van wordt het dan echt een 9 meter hoge pak melk wat echt gewoon echt puur ja. Echt is? Of gaat het of wordt er puur geconcentreerd op die vermiste vlakken? Wij kijken puur naar de... Wij proberen zo origineel, te zijn, origineel mogelijk te zijn. Dat is begrijpelijk. Over het ontwerp. Ja. Dus wij willen het pak melk zo realistisch mogelijk maken hoe het die ook in die tijd was. Oké. Okay. Ja. Dus ook met het kleurgebruik en zulke dingen, zeg maar. Oh, dat is interessant. Kijk, ja. Daar halen we dan weer wat uit op. Nee, want net ja. Zoals de maquette, die maquette die ik toen zag, was gewoon volledig wit. Dus ik dacht van ja, hè. Ja. Het idee is dan wel erachter, die vermiste teksten op de achterkant. En toen dacht ik, wat gaan ze dan met de rest van dat melkpak doen? Want dat is natuurlijk ook, hè, het is maar één vlak. Dus ik vroeg me al heel de tijd ja. af van, wat gaan ze dan in godsnaam met die andere drie vlakken doen? Maar dat maakt het heel, ja. Dat maakt het heel interessant. Ik denk dat je daar echt wel... ja, noem het eens. Ja, daar echt iets realistisch van gaat neerzetten. Dat vind ik wel, ja. Vind ik wel aardig. Ja, dat is gewoon hetgeen wat wij er aan proberen te doen. Zeg maar niet al, kijk, we richten ons op het punt van vermist zijn. Ja. Dat is ook waar je straks tijdens de optocht gaat horen. Een geluidsfragment. Mm-hmm. Er staan natuurlijk, het zijn zes pakken melk. Dus er staan zes verschillende gezichten straks op. Ja. En wat je dan ook gaat horen is tijdens wanneer de wagen voorbij rijdt. Met de geluidsfragmenten. Wij proberen zeg maar per pak een ander deel van Amerika, een andere staat zeg maar, oh, naar voren te laten ja, komen. Dus echt zes totaal verschillende mini-verhaaltjes, zeg maar. Juist. Okay, dus straks zie je bijvoorbeeld een pak melk met een cowboy erop. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ja, die vermist is. Ja. Waar je ook wanneer je dat zeg maar ziet. Wanneer ze daarover praten, hoor je ook echt het accent van dat gedeelte oh, van Amerika. Ja. Oh, nice. Dus dat het ja. Echt eigenlijk allemaal verschillende pakken melk zijn. Ja. Die allemaal uit precies die staat komen, zeg maar. Ja. Dus dat je echt plaatselijke nieuwsberichten gaat horen. Ah, kijk, daar kun je wel mee. Ja. Dus daar hebben we in eerste instantie dachten van, hey, we laten gewoon drie verschillende gezichten erop zetten en ja. Laten we de boel maar bij elkaar lullen. Ja, ja. Maar toen dachten we ineens van, hey, laten we maar gewoon eens wat verder erop ingaan. Ja, het is een goed doorgedacht idee, zo hoor ik tenminste al. Ja, ja en er zitten nog wel wat extra ideetjes achter, maar ja. Het is... Dat is nog voor volgend jaar. Ja, dan moeten we met de buurt ook nog even goed over hebben. Oh jee, oh jee. Daar zal misschien ook nog wel een kostenplaatje aankomen, denk ik. Oh jee, nou, daar gaan we vanzelf wel meemaken. Jawel, ja. Dat komt wel goed. Nou ja, jullie ontwerp die rijdt in het Corso Zundert mee volgend jaar. Daar ja. Rijden natuurlijk 19 andere wagens mee. Om even, want we gaan zo meteen ook net zoals bij de vorige aflevering wagen voor wagen even behandelen. Maar als je nou eens gewoon naar de kwaliteit in zijn algemeen kijkt. Hè, ook als concurrentie, zal ik maar zeggen. Wat valt jou dan op aan Corso 2021? Wat mij opvalt aan Corso 2021 en je mag is weer eerlijk zijn. Ja, dat ga ik zeker zijn. De dieren die weer naar voren komen. Ja. Wat ik vind een corsowagen met dieren vind ik hartstikke mooi. Ja. Dat is echt iets waar ik van hou. Maar ik hou niet van een corso waar straks de helft of zelfs meer dan de helft dieren is wat voorbij komt. Dus dat is hetgene wat mij een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen, stoort. Ja. Misschien zelfs wel. Beetje net zoals in 2016 toen met de valse hoofd, precies. Wilde beest, ja. Noem die ontwerpen allemaal maar op. Ja. Precies. En wat ik dus vooral voor onszelf ook... met dit ontwerp om eigenlijk in het Corso van 2021 te debuteren, mm-hmm.
Ik denk dat we daar echt een goed jaar voor hebben uitgekozen eigenlijk, een soort van. Zeker ook naar wat ik daarnet van jou gehoord heb, dan denk ik dat het een schot in de roos is, ja. Ja, het is een... er zijn een aantal wagens, als ik daar zo even over nadenk, waarvan ik denk van die zijn zo anders dan wat er... Het gemiddelde wat er rondrijdt, want je hebt straks weer... Je hebt weer slakken ertussen zitten en je hebt schildpadden ertussen zitten en weer een panter ertussen zitten of wat het ook is. Ja, ik. Het gaat alle kanten. Ik denk dat wij het slim aangepakt hebben met zo'n ontwerp tussen alle anderen, als ik het zo zie. Ja, nee, we gaan het meemaken, maar ik denk dat je ergens ook wel gelijk in hebt. Het is een heel divers jaar. De een, je kunt echt merken dat de ene buurt het heel rustig aanpakt. En de andere buurt die probeert echt iets groots en bombastisch te maken. En wat mij ook opvalt is dat heel veel wagens dit jaar meer dan één wagen zijn. Ik denk volgens mij acht of negen buurten hebben denk ik twee of drie of misschien wel vier wagens dit jaar. Ja, dat klopt. Dat valt mij ook op. Dus dan ben ik ook wel heel bang wat dat voor de opstopping van de stoet gaat doen. Of we weer een beetje zo'n optocht krijgen als in 2010... Ja, precies. Ja, ik hoop toch wel dat wij nog op tv onze punten gaan horen. Want anders heb ik het niet eens, kan ik het niet eens terugzien straks. Dat zou jammer zijn. Ja, zeg dat wel, ja. Nou. Nou goed, zoals ik net al zei, wij hebben ook de wagens één voor één. We gaan de wagens ook één voor één bespreken. De vorige keer met de vorige gast, Stijn, hebben we de optocht bekeken, heel op ons gemak. En hebben wij toen live de punten gegeven. Nou, om een beetje de podcast een beetje wat te minderen, hebben we de punten al gegeven. Wij hebben het precies aangepakt zoals de vorige aflevering. We hebben een denkbeeldige stoetvolgorde gemaakt, om het zo maar te zeggen. Die begint met 8 maal en eindigt met Veldstraat. Ik heb de lijst hier voor me. En wij hebben gisteren al punten gegeven. Die zijn al opgeteld. Daar is al een uitslag uitgekomen. Die gaan we dus even één voor één even behandelen. En laat zeker ook in de reacties weten of via een berichtje van Corso Plaatjes wat jij zelf van het Corso van 2021 vindt. Dan gaan we dat overzicht nu even behandelen, zo. Dan hebben wij, om gelijk met de deur in huis te vallen, de eerste wagen, buurtschap 8 maal. Yes. La Revolutione, weet ik veel. Ja, zoiets met Frans. Het is Frans. Nou, moet ik wel even nadenken wie ook alweer welke punt had gegeven. Oh ja, dat weet ik alweer. Ik denk dat ik bij 8 maal de hoogste punt had gegeven. Ja, dat denk ik ook vandaar. Dan zitten we in het goede straatje. Ik had 8 maal 69 punten gegeven. Giovanni, jij had 8 maal 84 punten gegeven. Met een puntentotaal van 153. En daarmee staat 8 maal bij ons op een vierde plek. Dat is voor 8 maal weer een mooie... Als dat de echte uitslag zou zijn, denk ik dat er een mini-jubel zou plaatsvinden op het Oranjeplein. Ja, dat denk ik ook. Een van de wagens met twee wagens, volgens mij. Ook heel veel figuratie, echt een spektakel. Ja. Ik heb hem wat minder punten gegeven, omdat ik... Ja, het is een tekening. En, ja, dat is een feit. En de tekening is heel mooi. Maar dat heb ik wel bij meerdere wagens gehad. Waarvan ik zei van de tekening is heel mooi. En 8 maal heeft ook al heel lang niets met figuratie gedaan. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat 8 maal ooit al eens zo'n grote wagen gebouwd heeft. Ik heb wel het archief zo voor me, maar ik kan me... Wacht trouwens, ik heb het archief volgens mij ook voor mij staan. Wat ik weet is dat 8 maal met de illusie dat een aantal figuranten hadden. Maar dat waren er maar 10 of zo. Ja, dat waren er 10 of 8. Ik heb het archief toevallig hier voor mij. Nou ja, Trien en Volske. Die had ook heel veel... Dan neem ik enigszins mijn woorden terug. Maar dat is wel een figuratie op een hele andere manier. Ja, dat natuurlijk. Bedoel ik ook. Ja, nou ja, vandaar dat ik nog een beetje voorzichtig ben geweest met mijn punten. Maar het is, moet ik wel eerlijk zijn, een heel origineel idee.
Ja, ik heb gewoon mijn puntenaantal zo hoog gegeven, omdat ik gewoon ben gaan kijken van ja, als je de uitslagen gaat kijken van afgelopen jaren, grote wagens met redelijk veel Ja. figuratie, is eigenlijk het plaatje gelijk Ja, compleet. Zo zie ik het dat in is ieder waar, geval. dat is Dus waar. Ja, spektakel, dat is wat de laatste ja, 5 jaar echt weer omhoog is geschoten. Het was in de jaren 90 ook al aardig spektakel, maar dat ja. zie je nou de laatste jaren echt terug. En dat is een beetje omhoog gespoten door gevaarlijk transport. Ik denk dat we dat wel een beetje Ja. als de geboorte van het spektakel kunnen zien. Ja, dat klopt helemaal. De volgende is Wernhout, de koning van Cocagne. Die grote wagen die ook weer twee wagens bevat. Ik schrok zo erg van die maquette, die is echt groot. Zo, dat was, ik zag hem ook voorbij komen, ja. Dat wou ik even tussendoor gezegd hebben. Maar ik had die 76 punten gegeven. Jij had die 72 punten gegeven. We zitten dus enigszins bij die wagen wel op één lijn. Ja, redelijk. Punten totaal 148 punten. En heeft daarmee bij ons de zesde plek, de zesde positie. Ja, ik denk dat dat ook wel haalbaar is voor hun. Jawel. Zeker met. En ik denk op zich ook wel dat het een wagen is die rond die plek wel zou mogen eindigen. Ja, het zou ook niet verbazen als hij een publieksprijs mee naar huis neemt, maar. Nou, dat zie ik zo gebeuren inderdaad. Het Maar is. daar heb ik op zich hetzelfde ook wel bij Achmal. Ja, er zijn heel veel publiekswagens dit jaar, als je het zo Ja, bekijkt. dat is een feit Je inderdaad. hebt aardig wat publiekswagens, dus ik denk dat het dit jaar sowieso een strijd wordt om de publieksprijs. Denk ik wel. Dat denk ik ook wel. Ja. Maar goed, hè, Wernhout, koning van Cocagne, dat is echt gewoon. Volgens mij hebben ze de regenboog gezien met dat ontwerp. Daar zit zoveel kleur in en zoveel. Ja, dat is niet Zo. normaal. Het is eigenlijk een beetje qua kleur wat je kunt vergelijken met Riff. Als, ja. Van alles er Dat is wel wat in waar. zit. Ja, bij ons zat er dikke 35 verschillende soorten in, dus kom maar op. Ja. Ja. Ja, ik ben benieuwd ook bij jullie, maar jullie sheet. Ik zie Ja, het dat is werk. daar qua verschillende kleuren gaat dat nog wel Ja, dat denk meevallen, ik ook, want maar. ja, in die tijdsperk was er ook niet zo heel veel Maar dat weer. met de kleuren. Maar ja, nee, dat klopt. En de kleuren die vooral gebruikt werden toen op die pakken melk was vaak het Ja, oranje dacht en ik het al. rode. Ja, En ja. dus dat zie je er straks ook nog Ja. wel in terugkomen hoor. Ah. Ja, nou ja. De volgende is Heltekander met Corso Genesis. Nou, Ja, zoiets. daar is ook weer een aardige puntenverschil bij ons tussen. Want jij gaf die 53 punten. Ik gaf die 72 punten. Bij nader inzien heb ik mezelf daarin een beetje overschat. Had ik het. Toch, nu ik erbij nadenk, wat minder punten gegeven. Maar goed, een puntentotaal van 125. Waarmee zij bij ons op de 13e positie staan. Ja. En waarom ik hem toen die hoge punten had gegeven, was eigenlijk ben ik best wel fan van het beeld. Het is echt weer een wagen die voor het Corso Sunderland is. En als bezoeker weet je niet echt waar je naar gaat kijken, denk ik. Want het gaat puur over hoe Corso van generatie op generatie doorgegeven wordt. Maar ja, ik vind het op een of andere manier een hele boeiende vorm. Gewoon twee grote dahlia's. Dat wil al iets zeggen over het Corso. Dus ja, op een of andere manier vind ik het ergens ook weer heel erg boeiend. Ja, ik begrijp dat ergens wel. Alleen Ergens ook niet. ik wist totaal niet wat ik ervan moet denken. Ja, dat is ook Ik zo. vind het heel moeilijk. En aangezien je met het Corso-idee, zeg maar, het idee om een wagen te maken wat echt typisch het Corso is, dat kan echt twee kanten opvallen. Want als je gaat kijken, de Berk had een paar jaar geleden had Dahlia oogst. Nou ja, dat was, om nou te zeggen, een geweldige wagen was het niet. Maar dat eindigt heel laag. Terwijl je een jaar of, dan moet ik het goed zeggen, denk een jaar of 10 geleden had jij van Kleins aan de zijkant, had jij Corso. En dat is ook weer een wagen wat precies het Corso laat zien. En dat pakt weer heel goed uit. Dus ik vind het moeilijk, maar het is niet helemaal mijn Om smaak. nou die twee wagens die je net zei even te vergelijken. Wat mij dan gelijk opvalt is dat bijvoorbeeld Dahlia Oogst heeft ergens ook wel iets heel kunstzinnigs. Terwijl Corso van de Heikant, dat was gewoon bam. Zo bouwen wij het Corso en niks meer, niks Ja. minder. Dus misschien dat het vandaag ook
een hogere positie heeft gekregen. Want Ja. het is gewoon basic, het corso. En ja, net zoals helpt de kander nou met die corso genezes en Dahlia Oost. Mooi voorbeeld is trouwens ook Kroonjuweel van Raamberg, moest ik ook aan denken. Ja. Ja, dat zijn er weer van die hele kunstzinnige wagens. Van nou, dit is corso, maar toch met een kunstzinnig tintje dat er ook nog wel iets te zien valt. Ja. Ja, die prijzen zitten allemaal, ja, ik weet niet, 11e werd Kroonjuweel volgens mij. En Ja. Dahlia ook 17 of Het zo, dus zit er allemaal een beetje zo van, ja, net wel, net net niet. wel, net niet, dat bedoel ik. Nou ja, bij ons is hij 13e, dus in feite is bij ons ook wel een net wel, net niet. Ja, precies. Maar we gaan het meemaken. Ja, De sowieso. vierde is ook weer zo'n wagen waar veel wagens bij komen kijken. Dat is de slow motion race van Laarheide. Ja. Nou, wij zitten daar ook weer enigszins op één lijn. Ik gaf die 56 punten, jij gaf die 52 punten. Nee, andersom, hè? Andersom. Ja, dat dacht ik al. Ik Andersom. bedacht het net. Ik bedacht het net. Nou, excuus. Met een puntentotaal van 109 punten heeft hij bij ons de 17e positie. En ja, dat is ook wel realistisch, denk ik. Dat is heel voorzichtig Ja. gezegd naar de mensen van La Heide toe, maar Nou ja, ik weet het niet. Ik denk, dat is echt zo'n wagen die moet je straks gaan zien. ja, dat is zo. En wat je. Kijk, dat is natuurlijk bij elke wagen is dat wel zo. Nou ja, wat mij sowieso opvalt is dat bij de wagens van Harry van den Broek dat daar enigszins nog wel iets in verandert van tekening tot aan tot aan wagen. Dat kun je wel zeggen, ja. Mooi voorbeeld is inderdaad ook Dahlia ook. Ze zouden eigenlijk veel meer Dahlia's opkomen en die zou veel meer rood en paars worden. En uiteindelijk was Ja. het een wit bleek ding met een paar rode en een paar paarse strepen. Nee, dat was hem net niet, inderdaad. Dus ja, wat we daarvan verwachten, dan denk ik dat wij voor nu die 17e positie gewoon gezet hebben op basis van de tekening. Ik denk dat we daar Ja. eigenlijk weinig meer over kunnen zeggen. Nee, nee, denk We het moeten ook. het gewoon zien. Ben ik het mee eens? Even kijken, welke zijn we nou? Bij de De lente. vijfde, dat is de lente inderdaad. De nachtwakers of nachtbewakers. Die heb ik 49 punten gegeven. Jij 66. En daarmee hebben ze bij ons de 15e positie met 115 punten. Redelijk verschil tussen ons. Ja, ik heb hem 49 punten gegeven omdat ik het een hele gevaarlijke wagen vind. Daar ben ik het mee eens. Ik vind het echt een gevaarlijke wagen. Want hij is grijs. Helemaal Ja, dat is. grijs. Maar ik denk als zoiets goed uitpakt, dat dan nog wel redelijk wat punten kan scoren, zeg maar. Als hij inderdaad echt die stenen robuuste textuur heeft, wat je met dahlia's kan doen, dan gaat hij aardig ogen gooien. Zeker als die stenen beelden dan ook tot leven komen. Maar ik vind het. Ik vind het gewaagd. Hij is heel gevaarlijk, vind ik. Omdat ja, nee. Een paar jaar geleden had je dan wel onderhuids van Tichelaar. Dat was dan met van dat betonmortel en zo. Maar dat was, ja, wat begreep ik, 400 kistjes of zo. En dit is gewoon heel Ja. de wagen. Ja, ik wou zeggen, Dus het hoeft. dat is iets meer dan Dus het 400. hoeft. Dus het, ja, dat denk ik ook. Dus het hoeft ergens fout te gaan. Of misschien juist goed te gaan. Maar dan heb je wel heel je wagen mee of heel je wagen tegen. Ja. En om nou heel eerlijk te zijn, stel ze moeten, omdat de grijze dahlia niet werkt, een andere kleur moeten bepalen. Dan zou ik zo Dat 1, wordt lastig. dan zou ik zo 1, 2, 3 niet weten hoe je met een gewone dahlia kleur een stenen effect gaat krijgen. Nee. En om, Dat wordt een lastig geval. En om die hele wagen nou zwart te gaan maken, dat vind ik ook zo. Ja, dat komt ook niet over, Dat hè? komt ook niet over. Nee. Dus ja, ik vind hem heel gewaagd. Ja. Ja, begrijp ik. Dus vandaag. Ja, ik weet niet. Ik hou er wel Ja, van. nee, dat zeker. Maar ik, ja, het is weer puur de tekening. Je ziet de tekening, die is grijs. Dan denk je, hoe, als je me nou. En dan, ja, dan ga je daar op een of andere manier een vooroordeel van krijgen. Ja, is ook zo. De volgende is Heikant. Kleinzundertse Heikant. Met verf. volgens mij gaf jij die 44 punten en ik 42. Kan dat kloppen of is dat weer Nee, ik omgedraaid? gaf 42. Oh, dat is weer omgedraaid. Het was bij mij het laagste aantal punten wat ik had Ik had gegeven. onze namen erbij moeten zetten, denk ik. Maar goed.
Nee, ja, zoals jij zei, jouw laagste puntaantal, dat klopt, want hij staat bij ons ook op de 20e positie. Met 44 en 42 punten heeft hij 86 punten. Want ja, is verf nou zo interessant om er een korenwagen van te maken? Ja, ik weet het gewoon niet. Het spreekt mij totaal niet aan. Er zit voor mij, ja, verf. Nou, laten we een klats met verf Ja. tegen de muur aan douwen en we zien wel wat eruit Nou ja, komt. Dat idee heb ik er een ik beetje heb bij. toevallig ook de tekening voor me. En wat mij gelijk opvalt is, hè, het is wat jij net al zei, een klodder verf dat tegen het onderstel aangespat is, lijkt het wel. Maar als je gaat kijken, dan zijn die kleuren zo abstract neergezet. Het zijn echt keurig nette lijntjes. Terwijl ik denk van als je... Dat gaat straks niet lukken met Dalias, denk ik. Ja, maar ook is het niet realistisch, want als je een klodder verf Nee. hebt, de kleuren gaan alle kanten op. En nou zit er een heel, heel mooi dun lijntje precies recht en precies... Ja, dat is niet realistisch, Het is, inderdaad. ja... Het is te netjes, denk Ja, en ik. er zit ook heel veel blauw en groen in, maar ook echt heel veel Ja. fluoriserende kleuren. Echt van die neon kleuren. Ja. Hoe gaat dat Ja, uitvallen? ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen, maar Ja. het is voor mij in ieder geval op dit moment niks. Nee, niks is een groot woord voor mij, maar Ja, dat is waar. ik ben het wel met je eens dat dit wel een ontwerp is dat, ja, waar ik mezelf wel afvraag, wat ik net al zei van verf, is dat nou zo interessant om er een korenwagen van te maken? Ja. Laten we hem daarop houden. Ja, goed, volgende, snel, Anders door. ga ik mijn mond even bijpraten. Ik ken mezelf. Oeps, oeps. De volgende is Stuyvesant, hondje Mila. Die heb ik 64 punten gegeven. Ja, dat klopt. Klopt. En jij 77 punten. Ja. Totaal 141 punten. En daarmee de 7e positie. Nou, dat vind ik toch wel voor zo'n wagen heel netjes. Ja. Eigenlijk ja. Er zit een redelijk, ja, op zich nog wel een redelijk verschil in qua punten, Ja. maar ja, ik weet, ja, voor mij is het wel een favorietje. Ja. Ik vind hem heel simpel eruit zien, maar ik weet niet, ik vind het heel leuk. Nee, ik vind hem ook heel leuk. Ook heel origineel. Alleen het heeft bij mij ook een beetje een ballonneman effect. Ja, Het is een snap kindje dat ik. voor met een hondje loopt. En waar ik ook heel bang naar ben, is dat het. Ja, als je dat speelgoed kent, er zit heel weinig vorm in. Ja, en het is heel dun Het is allemaal heel ook, dun hè? allemaal, dus ik ben vooral benieuwd hoe die in 3D eruit ziet. Dus ik heb hem voor nu, hoeveel punten had ik hem gegeven? 64. Ik heb hem nou puur gewoon 64 punten gegeven. Basis van het idee en originaliteit. Ik ben best bereid om meer punten te geven als ik gewoon weet van oké, en 3D dan? En hoe gaat hij door de straten trekken? En is het wel duidelijk als er zo'n 9 meter hoog hondje, ik bedoel, ga maar eens in de Prinsenstraat staan. Is die 9 meter hoge hond dan nog wel duidelijk als het zulke vlakke Ja, vormen zijn? Dus precies. daar begon ik gelijk mee te spelen. Dus daarom dat ik nog even voorzichtig was met mijn punten. Maar inderdaad, wat je zegt, het kan zeker een favoriet worden. Dus ja. Ook leuk, ik denk leuk voor kinderen Ja, ik denk natuurlijk. als er een kinderjuryprijs zou zijn, net zoals in Valkenswaard en Ja, Loenhout, dan vliegt hij zo dat hij binnen zo hoor. binnen is. Dan gaan we naar Rijsbergen. Naar Zwaar Geschut. Die kreeg 87 en 83 punten. Ik had hem Je had 87. 87, ja, even nadenken. Jij 83, totaal 170. En daarmee is hij bij ons de favoriet. Heeft hij bij ons tot nu toe de gezamenlijke eerste plaats? Nou, dat zou wel zijn, joh. Nee. Ja, wie Nee, weet. ja, wie weet. Nee, we krijgen er heel veel positieve reacties op Zwaar Geschut. Dus wij hebben er als buurt echt ongelooflijk veel zin in. Echt zin in. Dat geloof ik heel goed, Wij. ja. Het is voor mij gewoon, als ik dat, het is voor mij heel vernieuwend. Ja. Als ik naar die wagen kijk, het is qua beeld zoiets anders als wat we de afgelopen jaren allemaal gezien Ja. hebben. En ergens op een of andere manier, dat is heel ver gezocht moet ik zeggen, maar ik vind hem ergens een beetje
iets hebben van zeeduivel, van het kapelletje. Dat stalen erin en dan wel op een hele andere manier. Maar ik voel hem daar wel mee, mee koppelen. Je zeg kunt maar. Hem qua dreiging daar wel mee associëren. Ja. Ja. Want het wordt wel echt een stevig ding, zullen we maar zeggen. Ja, zwaar geschud, hè? Ja, echt. Ja, we hadden als buurt gewoon gevraagd van jongens, hè, we hebben vorig jaar een hele kleurrijke wagen gehad met een beetje met wel beweging, maar wij zijn echt een buurt die echt fanatiek zijn op de techniek. En dat heb je bij Senza gezien, dat heb je bij Serene gezien, wij houden echt van techniek. En wij hebben dus Brian en Jeremy hebben wij gewoon gevraagd van hey, willen jullie dit jaar weer ontwerpen? En toen hebben ze gezegd, ja, tuurlijk willen wij ontwerpen. En toen hebben we wel gezegd, maar. En toen hebben we dus een lijstje met eisen gegeven. En daarin stond dus ook echt gewoon dat techniek dit jaar, ja, volgend jaar dan, maar dat techniek echt wel een hoofdrol moest gaan spelen. En ze hebben ook aan alles gedacht, want iedereen kan aan deze wagen werken. Het is beweging, het is figuratie, alternatief materiaal. Van alles en nog Ja, wat. het is echt van alles en nog wat. Experimenteren met dingen. Wat ik wel weet is dat de beweging zo goed als rond is. Dus het is straks eigenlijk, ja, misschien is dat een beetje te veel gezegd, maar het is straks eigenlijk in feite alleen nog opbouwen en we kunnen ermee rondrijden. Dus ja, en we krijgen er zoveel positieve reacties van. En met de ontwerppresentatie stelden ze ook het idee voor en toen lieten ze ook zien van wat hij gaat doen en wat de bedoeling is. En er was bijna gewoon een staande ovatie, hoor. Iedereen was zo enthousiast. Ja. Iedereen was echt ja, enthousiast. Ja, en ik denk ook wel als je zo'n ontwerp bij andere buurtschappen neerlegt, dat ze ook wel denken van zo, ja, maar ja. Dit is wel een bak. Ja, het wordt ook een bak, want die achterste wagen krijgt namelijk al de maximale afmetingen. Is die maximaal? Ja, net niet, denk ik. Net niet. Ja, maar ja, hij schiet ook nog de hoogte in. Hij schiet ook nog de hoogte in, inderdaad. Spoilers. Oh, heel natuurlijk. Ja, ja, dat is een ding wat voorbij gaat komen, hoor. Ja. Dat kunnen we alvast garanderen. Ja, laten we zeggen dat hij te horen gaat zijn. Ja, dat hij te horen gaat zijn, dat het echt dat hij echt wat gaat doen. Ja. Dus ja, we zijn heel benieuwd. Interessant. We zijn heel benieuwd. Ja. Dan komen we bij de volgende wagen. De wagen van Raamberg Hebbes. Yes. Die heeft 48 punten en 44 punten. Daarmee 92 punten. En de 18e plek bij ons. Yes. En ik vind dit ook een heel gevaarlijk ontwerp. Ja, ik vind het heel lastig. Ik kan dat ontwerp totaal niet peilen. Ja, ik ook niet. Maar als je het een beetje kijkt naar wat de wagen verbeeldt, hè, al die speelgoedfiguurtjes en zo. Ik ben benieuwd hoe dat met Dahlias gaat worden. Want ik heb daar een beetje over na zitten denken. Oh. En ja, ik heb nagedacht. Nee, bij de eerste wagen, zeg maar, van Rijsbergen, ja. Die leeuw. Ja. Die liep aan de achterkant zo af en had je die beesten daar allemaal aan de achterkant zitten. Ja. En dan werd zo'n opgehoopt bolletje, ja. Om zo maar even makkelijk te zeggen. Nee, dat klopt ook, ja. En ik denk, omdat je zulke kleine vormpjes er allemaal straks in hebt, ik denk dat een beetje hetzelfde zou kunnen uitpakken als toen bij dat, zeg maar. Ja, en wat ik ook gevaarlijk vind, wat ik net al zei, hè, de dahlia's moeten er ook nog op. Dus ik ben bang dat die hele kleine dingetjes, net zoals daar onderin zie ik een Lego Technic blokje. Hoe dun moet je die gaan maken om het met de volume van een dahlia echt tot een Lego blokje te maken? Dus ja, dat is lastig. Je moet echt met de anatomie bezighouden. En dat klinkt misschien gek voor die speeltjes, maar je moet je echt bezighouden met die anatomie. Ja. Dus een gevaarlijk ding. Ja, en op zich, ik heb geen idee meer wat die titel is van die wagen, hoor. Maar Molenstraat die heeft een keer volgens mij zo'n wagen gemaakt met van die soort van Barbie poppen met autootjes, volgens mij. Volgens mij was dat Multitulation. Ja, iets in die richting in ieder geval. Ja, dat is ook weer een beetje zoiets. Ja. Nou vond ik die op zich wel vet eruit zien. Die was ook iets groter. Het is weer, ja, dat was veel, ja, makkelijk is het natuurlijk nooit, maar veel makkelijker te maken, denk ik, dan wat, ja,
Raamberg nu gekozen heeft. Ik vind het wel een gedurfd ontwerp. Ja, Alleen, ja, dat is het ook zeker. het is. Maar de achterliggende gedachte van het ontwerp was toch de geboorte van het kind. Ja, van zijn zoontje. Ja, van, en die heette Peer. En daarom, Peer, zei en toch? daarom dat de baby op die wagen een gouden peer vast heeft. Ja. Juist. Goed. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat bij de jury niet zo geweldig over gaat komen, ja, zeg maar. Ja, we gaan het zien. Dat is zeker waar. Dan komen we aan bij Potend. Die heeft 56 punten en 58 punten. Totaal van 114 punten. En eindigt op de 16e plek in onze pool. Hetzelfde dingetje als bij Laruiden. Ja. Ook een race van dieren. Ja. En dan vind ik dit schildpadden iets vernieuwender. Ja. Ja, vernieuwender wil ik niet zeggen, maar iets frisser overkomen dan een slak. Ook, ja, dus vandaar denk en ik. Ik vind het ook wat schattiger. Ja, precies. Ja, dat kan ik me wel even vinden. Vijf van die gigantische slakken of hoeveel schijnen het er? Acht kleine schildpadjes. Ja, ik weet het wel. Ja, dus, dat is maar, die keuze snel gemaakt. Ja, het is een echte poteindwagen. Een leuke wagen, maar niet zo'n spectaculaire wagen. Nee. Zo kun je het heel kort maar krachtig omschrijven. Ja. Al vind ik de titel vind ik wel leuk. Ja, die is, ja, dat is goed gevonden. Dat vind ik leuk. De Zundert 500, ja. Daar hebben ze wel echt applausje op verdiend. Ja, zeker. En ook weer een jeugdige ontwerper. En dat vind ik sowieso wel top dat dat aankomend jaar in ieder geval is. Ja, en ook in samenwerking met de wat ervaren mensen. Erik van Elzakker en Jan Bosma. Ja. Dus dat is mooi om te zien. Ja, is goed. De Berk. Die heeft dit jaar Doggy Style. Die heeft 43 punten en 48 punten. Die heeft 91 punten in totaal. Eindigt op de 19e plek. Momenteel. Hetzelfde plekje als vorig jaar. En ik denk dat dat gewoon puur, begrijp me niet verkeerd, maar ik denk dat dat puur bij gebrek aan beter is. Ja. Al hadden wij ook een ontwerp bij de Berk ingediend, maar daar zal ik maar geen commentaar op geven. Ik zal even niet als ontwerper reageren. Als ik als ontwerper reageer, dan heb ik straks allemaal mensen van de Berk op mijn dak. Nou ja, het is Daan en ik. Wij komen natuurlijk beide van de Berk. Ja. En ik natuurlijk wat het omheen. Ik weet niet of je dat zelf ook weet. Mm-hmm. Maar er komt natuurlijk wel een hele show omheen straks. Met dat er allemaal omgeroepen worden van die hond doet dit. Ja. En dit en dat. Zo. Ja. Dat er eigenlijk een soort van hondenshow. Hondenshow / wedstrijd van gemaakt wordt. Alleen wat ik... Zover ik het begreep, mm-hmm. Wordt er dan op Corso maandag wordt bekendgemaakt welke hond de winnaar van de drie was. Dus in principe het kunstje waar het om gaat, mm-hmm. wordt op Corso maandag gedaan. Terwijl het dan eigenlijk de punten al gegeven zijn. Okay. Ja, nou, Dus het is voor mij, ik weet het niet. Het is wel leuk dat ze er iets omheen doen, want ik had eigenlijk verwacht dat er juist niks omheen zou komen. Ja, jawel, er komt ook nog een... Ja, heel random eigenlijk een klein podiumpje bij te rijden, zeg maar. En dat kun je een beetje vergelijken met stopcontact bij On-Off. Oh, van Jeremy, zeg maar zo. Op die fiets. Dus ja. Oké, lastig. Maar ja, dat het maakt niet, het eigenlijk nog lastiger. Ja. Want je weet niet wat dat gaat doen. Nee, ik denk dat het er eentje is die of... bij de lage regionen zit, of echt een topper ineens kan zijn. Ja. Ik vind het persoonlijk geen middenmoot waard. Nee, ik ook niet. Nee. Dus ja, en dan ben ik, dat is mijn mening, dan ben ik bang voor de Berk, al gun ik ze alles van harte, dat ze toch iets bij de lagere komen te zitten. Dat is een... Het is ook natuurlijk heel lastig, hè, want... Je ziet het pas straks echt wanneer die honden... Kijk, dat is bij elk ontwerp. Ja. Maar het is wel weer een dier wat gemaakt moet worden. Ja. En stel, jij maakt een hond echt perfect in de puntjes. Dan heb je hem wel binnen, hoor. Ja, dan heb denk je hem ik. Binnen. Maar ja, dat is dus een hele kunst natuurlijk die nog gedaan moet die worden. Die gedaan moet worden, inderdaad. De volgende. Oké. De volgende is Molenstraat met Verhult.
Die heeft 80 punten van jou gekregen, denk ik, of van mij? Nee, van Nee, mij. 87. Van mij Ja, dan 87. van jou 87, samen 167 punten. En bij ons op een derde plek. En ja, bij mij is hij heel hoog geëindigd, omdat het gewoon echt weer iets heel kunstzinnigs is. En ik, ja, hoe zeg je dat? Ja, op een of andere manier heb ik daar wel iets mee. Met van die hele mysterieuze vormen die dan op Corso zondag dan ineens heel verduidelijkend blijken te zijn. Ja, het is. Ja, ik heb er eigenlijk niet veel meer op toe te voegen. Ja, ik vind het gewoon een topding. Ja. Tot hoever ik het nu gezien heb, natuurlijk. Ja. Maar ja, het is. Ja. Ik denk dat het wel een hele moeilijke wordt, hoor. Een hele moeilijke wagen wordt om te Ja, bouwen. dat denk ik ook. We weten natuurlijk ook Maar niet. ontwerpers van Rijsbergen, Ja, toch? ontwerpers van Rijsberg. Ja, Aaron die komt eigenlijk van Heikant, maar die heeft een paar jaar bij ons ontworpen. Oh, zo, En ja. Kiki die komt bij ons uit de buurt, ja. Oké. Dat is naar Rijsbergenaar. Dus Nou, leuk. proud. Dat mag je zeker zijn. Ja. Nou ja, niet veel meer Nee, op toe te niet veel voegen. meer op toe Gewoon te voegen. Kort een. maar krachtig. Ja, duidelijk. Dan de kleine Zundert. Die heeft van mij 90 punten gekregen. Dat is heel wat. En van jou 79. Is nog best heel veel. Dat is nog best heel veel. En daarmee 169 punten. En daarmee de tweede plaats. En ik Yes. vind het zo'n leuk ding. Ja, ik vind hem ook heel leuk. Alleen, ik heb nog een beetje een hard hoofd in wat ik nu ervan gezien heb, is natuurlijk De dat hij transformatie van kleur en tegen. Juist. ja. Hoe Ja. gaat dat straks uitpakken met daglicht? En hoe gaat dat uitpakken met de dikte van de dahlia's die erop komen? Dat is, als het lukt, echt een Als het topding. lukt, is het echt een topding. En wat je ook ziet is dat hij lijkt ook heel klein. Ik heb het idee dat die Ja. wagen niet de volledige afmetingen heeft. Nee, denk ik En ook niet. daarom vind ik hem ook zo leuk, want dan dat is toch weer het bewijs van oké, met niet de maximale afmetingen als je die grote wagens allemaal ziet. Dat is toch weer een bewijs van, hè, je hoeft niet per se altijd groot, breed en techniek toe te passen. Je kunt ook gewoon met figuranten, met een mooie vorm kun je ook gewoon iets heel leuks doen. Dus dat is ook al een reden waarom ik deze wagen echt geweldig vind. Dus ja, echt chapeau naar die ontwerpers. Ja, ben ik het mee eens. Allee, worden daar geen twee onderstellen? Ik denk dat dat twee onderstellen worden. Wel, hè? Denk ik wel. Ja, dat kan gewoon een verrassing Ja, zijn, denk ik ik. Dat denk, is er ja. eentje, dat is echt heel lang Het is afwachten. ook een ik vind het ook heel mooi dat de tekening kleur heeft, behalve de wagen zelf. Ja, klopt. Dat maakt het ook weer een beetje mysterieus van wat gaat die kleuren dan inderdaad doen, ja. Ja, precies. Nee, dat is leuk dat je dat zegt, inderdaad. Ja, Klopt viel mij helemaal. gelijk op. Ja. De volgende wagen is van het kapelleke, Flow. Die heeft 74 en 75 punten, dus we zitten in de buurt. Ja. Bijna in de buurt zelfs. Daarmee de vijfde positie. En dat, ja, Ja. ik vind het gewoon een heel helder en duidelijk beeld. En dan En ik vind hem heel heel fris. fris inderdaad. Felle kleuren. Ja. Ook rustig qua beeld. Een mooie En ik compositie. gun het Wesley ook wel. Ja, inderdaad. Ja, ze hebben Die mag van mij. ja. Is die samen ook met Bart of niet? Nee, hij ontwerpt dit jaar met Bas. Oh, met Bas. Met Bas van Overveld. Of was dat vorig jaar ook? Heet die Bas? Ja, Bas. Ja, dat Oh, was Bas. Bas. Ja, ik zat te twijfelen. Nee, Bart of Bas? daar zien we steeds mee. Nee, Bas Ja. inderdaad. Nee, het is gewoon een heel rustig, fris ontwerp met een Ja. heel helder idee. Ik heb wel gehoord dat er heel veel beeldschermen in komen om die zeespiegel te benadrukken. Ik ben Ja. benieuwd wat dat gaat doen. Of dat het beeld versterkt of juist verslapt. Ja, dat is inderdaad wel een. Ja, ik denk dat dat wel kan versterken. Ja, lastig. Ja, Lastig. dat is zeker zo. Maar goed, we gunnen het inderdaad van En. harte. Ja, en zoals we het kapelletje ook wel kennen, die kunnen de wagens flink netjes Oh uitwerken. ja, inderdaad. Dus daar Ja, geen gebrek aan in ieder nee, echt geval. niet. De volgende is Tichelaar met Sunderum. Die heeft van mij 76 punten, van jou 61. Daarmee 137 punten en heeft de negende plaats. Die heb
ik ook hier. Ja, nou ja, dat is een wagen die je wel van voorhand moet weten wat het is. Ja, dat klopt. Terwijl ik het beeld wel ook weer heel helder vind. En, het is een duidelijk beeld. Mm-hmm. Ik denk dat het, mm-hmm. Ik vind het ook mooi. Ik vind het ver gezocht ook. Ja. Want het is, als hun er niet mee waren gekomen, had ik het denk ik nooit van mijn leven nee, geweten. Nee, dat is. Dat had ik zelf ook. Alleen, ja. Ik, voor mij is het, ja, ik heb er niet veel over te vertellen eigenlijk. Ja. Nou ja, dat die 9e plaats bij ons, dat wil dat denk ik wel zeggen dat we hem een beetje in de middenmoot schatten. Dus ja. Zijn goede kanten en zijn slechte kanten, ja. Dan gaan we het daar maar op houden. Ja, precies. En ja, inderdaad. Ja. Laten we het daarop houden. Ja. Dan komen we bij een wagen waarin we zelf van punten heel erg verschillen. Ik denk dat dat wel de wagen is waar we de meeste verschillen in hebben zitten. Dat denk ik ook Want, wel. Want we komen bij het stuk met Toxic. En die heeft van mij 81 punten gekregen. En van jou 54. En heeft daarmee de 11e plaats in onze ranking. En waarom ik hem dan zo hoog heb. Want dan begin ik gelijk met de deur in huis te vallen waarom ik hem zo hoog heb. Want dat vragen velen dan zich af. Dat is gewoon omdat ik het... Ik ben echt verliefd op dat kleurgebruik. Op een of andere manier. Het is ook een helder beeld. Het doet wel een beetje denken aan de wagen op de tast van... welke koersgroep was dat? In ieder geval van Vollenhoven. Ja. Koersgroep Fatal Attraction. Zover weet ik dat niet, hoor. Nee, ik denk anderen wel. Ja, ja. Maar ja, dat deed het me gelijk aan denken. Maar het is eigenlijk een heel duidelijk beeld. En ik denk dat als hij aankomt rijden, dat het toch enigszins ook wel iets van dreiging opwekt. Ja, dat denk ik wel. Maar ik weet het niet. Het is wel een heel basisbeeld. Het is wel... Ja, er is weinig uitgehaald. Het zijn gewoon drie mensen. En, ja, het zijn weer drie poppen. Ja. En, ja. Dus ik kan me er inderdaad wel in vinden dat jij dan de puntaantal wat lager hebt liggen. Ja. Maar ik vind het ontwerp gewoon heel, heel duidelijk. Ja. Simpel. Ja. Nou ja, en mooi dat ze daar ook zo'n website van gemaakt hebben om dat vond ik ook wel leuk ontwerp, dat om hun ontwerp te presenteren. Ja. Dus daar hou ik van, dus chapeau. De volgende is Schijf met Footprint. Ik verwacht dat ik die 65 punten heb gegeven. Ja, ja. Dat en dan jij 71 punten, samen 136 punten. En dat is goed voor een 10e plek. Yes. En ja, ik heb er heel veel dingen over gehoord. Het is alleen nog even afwachten of ze dat waar kunnen maken en in hoeverre dat overkomt. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, het is voor mij, ik vind het een heel mooi beeld. Ja. Dat had ik gelijk. Het is waarschijnlijk weer zo'n ontwerp met een prachtig vooraanzicht mm-hmm. en mm-hmm. dat die interessant is. Maar zoals je zegt, nog even bekijken of ze het wel zo in zoverre uitgewerkt krijgen dan dat ze nu willen. Ja. En, of het niet te gek gaat worden. En wat zeg maar. Je krijgt, omdat het ook één beest is, moet natuurlijk de anatomie ook kloppen. Want anders zie je dat meteen. Ja, dat klopt. En wat ook zo is, is dat Schijf de laatste jaren, vorig jaar uitgesloten, maar vaak één beeld bouwen. De Last Yeti was één Yeti, op handen gedragen was één mensfiguur. Ja. Ingeblikt, dat was ook één blik. Ze hebben een krab gebouwd, dat was één krab. Dus ze hebben heel vaak weer dingen met één ding gemaakt. Ja. Niet dat ze hier een moederskroos 2.0 van hadden moeten maken, maar... Nee, dat is ook... Maar dat valt me gewoon ook op een of andere manier op. Ja, dat... Ja. Dus een middenmotortje. Ja. De volgende, de 18e, is... Laar Akkermolen met hun barbecue. Die heeft... Ja, ik vind hem echt helemaal top. Ja, die heb ik 58 punten gegeven. Jij 69. Daarmee 127 punten. En de 12e positie. Ja. Ja, zoals jij zei, ik vind het een top ding. Ik vind het een grappig ding.
Ik vind hem helemaal. Ik heb hem 58 punten gegeven, omdat ik wel eerst wil afwachten in hoeverre ze die barbecue tot leven gaan wekken. Het Ja, zou precies. geweldig zijn als er dan ook echt wat figuranten opstaan die grote hamburgers van Dahlia's op de grill hebben liggen. Of dat er echt Ja, rook uit precies. het ding komt, dat die klep af en toe open en dicht gaat. Ja, ik denk dat het echt zo'n Ja, mooie poppenkast wordt, zeg een maar. poppenkast. Goed gezegd. Ja, dus. Zo zie ik hem wel voor me. Ja, dus vandaar dat ik hem nog even 58 punten heb gegeven. Maar ik hoop dat dat in de latere regionen alleen maar kan stijgen. Ja, en ik denk dat het ook wel gaat lukken. Ja, absoluut, absoluut. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Ja. De 19e is jullie wagen, de markt. Yes. De missing, om terug te komen. Die heb ik 71 punten gegeven, jij 68. Punten totaal van 139. En de achtste positie. Ik denk dat dat heel netjes Nou, is. dan spring ik van die tribune af. Dat denk ik ook. En ik moet heel eerlijk zijn, zeker nadat ik na wat ik daarnet van jou gehoord heb, dat het ook echt haalbaar is. Ja, ik hoop het. Het Ja, is. we hebben het er al uitgebreid over gehad, dus we kunnen er ook wel haken en ogen aan gaan geven. Maar Ja, ja, de achtste nou ja, en het positie, is. ja. Ik denk dat het een van de enige is wat een stilstaand beeld is. Als ik daar zo eens even goed over nadenk. Want Ja, dat zou Kleinzoon aan zijn wel zijkant eens is een kunnen. stilstaand beeld. Met verf, denk ik. Ja. Ik weet niet wat de rest gaat doen. Ik denk dat Potent een stil. Of Potent, wat zeg ik nou? Raamberg een stilstaand beeld is. Ja. In principe is Klein Zunnert een stilstaand beeld. Ja, misschien 8 maal ook, want ik zou niet echt weten hoe je daarin. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat Ja. die vlaggen en zo wel allemaal zo gaan. Oh Weet dat, ja. Hoiven? Ja, dat zou kunnen. Ja. Oké, dan. Dus ik denk dat wij een van de enigen zijn wat een stilstaand beeld is, maar wat wel heel duidelijk is. En Ja, maar ik denk dat wel ik moet ook kan eerlijk zijn dat pakken. ik daar wel van hou hoor. Ik hou liever van een stilstaand beeld, maar tot in de puntjes uitgewerkt. Dan Ja. een wagen met beweging waar eigenlijk ja, haken en ogen aan zitten van ja, maar dit had nog wat beter gekund, of dat de afwerking niet helemaal is zoals het is. Precies. Daar ben ik het mee eens. De laatste, dat is Veldstraat met Privacy. Die heeft 54 en 63 punten. Volgens mij heb ik die 63 gegeven, of jij die? Nee, ik had een Dan had ik 63. een 54. De 14e positie met 117 punten in totaal. Dus. Een wagen waar ik in het begin heel. Die ik in het begin heel mooi vond. En ik vind hem nog steeds mooi hoor, maar. Ja, ik ga er een beetje mijn vraagtekens bij krijgen. Oftewel, wordt er straks niet één grote muur van camera's en ledschermen? Daar Ja, ben ik een beetje en bang voor. ik denk dat het kunstje, zeg maar. Het kunstje wordt, zeg maar, op een bepaald plek begint het. En stel, jij bent degene die gefotografeerd Ja. is, of gezien is in de Ja. camera, en je komt op dat scherm, dan zie je jezelf al niet meer op het scherm, zeg maar. Oh, Dus ik denk dat het. Ik weet het natuurlijk niet zeker, ja. maar ik verwacht dat het kunstje te laat gaat komen. Ja, tuurlijk. Een beetje net zoals klik van Wernhout. Ja. Precies. Ja, we gaan zien wat dat Daar voor. loop ik een beetje tegenaan te schuren met dat ontwerp. Want ik moet eerlijk zeggen, toen wij ons ontwerp ingingen dienen bij de markt, toen wist ik dat hun ook kwamen. Ja. En ik had er best wel een voor hun, zeg maar, een vertrouwen in dat hun gekozen gingen worden. Want ik vond het, hoe hun het uitlegden, vond ik het echt een tof ontwerp. Ik denk echt van, ja, luister, daar kunnen wij met onze pakjes melk niet tegenop. Nou ja, toen hadden wij ook nog besproken van, hè, laat een van ons nou vanavond gekozen worden. En de dag daarna moesten wij hun en dan wij twee, Daan en ik dan ook naar Veldstraat toe. Dus toen dachten we van, nou, jullie hier, wij bij de Veldstraat of andersom. Nou ja, het gebeurde nog ook. Dus ik vind het gewoon heel leuk voor die jongens. Ja. En ja, dat ze er gewoon het beste van mogen maken. Ja, nee, ja. Ik vind het wel, zover ik gehoord heb in ieder geval, is de maquette wel heel mooi geworden. Ja, daar steken ze tijd in, hè, nou. Ja, dat zou ik ook eens moeten gaan doen. Oei. Nou ja, dan hebben wij een uitslag gegeven over onze
voorspelling voor het Corso 2021. Zoals ik in het begin al zei, laat ook zeker weten wat jij denkt in een reactie of via een berichtje. Ja, of de top 3 of Of zo, top of 3 waar je denkt inderdaad. van, hé, Ja, laat gewoon. wat vind je nou het meest vernieuwende Ja, ontwerp? zeker dat. Verzin iets leuks. Verzin iets leuks zou ik zeggen. Daarmee gaan we ook gelijk de podcast afronden, want we zijn ondertussen 55 minuten bezig. En ik weet nog dat ik aan het begin tegen jou zei, we gaan het een half uurtje maken. Half uurtje. Dus, Nee, dat is helemaal niet erg. Ik vond het leuk. nee, ja, het is leuk. Ik wil jou ook bedanken voor te gast zijn in deze podcast. En Is geen probleem. nog veel succes met het ontwerp. We zien het op de eerste zondag van september volgend jaar zien we het rondrijden. Ik hoop het. En we gaan zien welke prijs die heeft. Ja. Dus dankjewel voor Mag ik het. nog een klein dingetje Dat zeggen? mag zeker, altijd. Op Instagram heb ik samen met mijn medeontwerper een Instagram-account begonnen. En die heet Daan en Giovanni laagstreep bloemencorso laagstreep missing 2021 of zoiets. Oh, dat je het Iets in die zelf niet eens weet. richting. Ja, Daan heeft hem aangemaakt. Oh Maar ik vond het ja. hartstikke leuk iets. En Ja. ik denk als je gewoon Daan en Giovanni intypt op Instagram, dan kun je het Ja. denk ik wel vinden. En daarin willen wij zoveel mogelijk straks van de bouw laten zien Oh, dat is leuk. wanneer we mogen. Ja, tuurlijk. En ja, daar kun je gewoon dingen achterlaten. Wil je dingen vragen, wil je dingen weten, mag je allemaal Oh, vragen dat daar. is heel interessant. En Ja. ja, wij dachten, ja, dat, tenminste, vooral Daan die kwam er mee, die dacht, nou, het is echt wel leuk als wij zelf de bouw ook kunnen laten zien via social media. Nou, dat zou wij proberen wij op die manier te gaan doen. Ja, dat is een heel leuk initiatief. Nou, bij deze dus. Leuk dat je het Dus. nog even zegt. Ja, ik Nou, dacht er net aan. Ik ja, denk, laat ik nee. het eens eventjes, Superleuk. eventjes in EK brengen. Nee, superleuk. Bedankt voor het doorgeven. Dus, graag Nou gedaan. ja, Giovanni, bedankt voor te gast zijn in deze aflevering. Over 2 weken zijn we er dan weer met de derde aflevering. Wie dan te gast is, dat weet ik nog niet. Ik heb momenteel heel veel gasten waar ik nog even een lijst in moet gaan maken, een schikking. Dus Voel me vereerd. ja, ja, het leek me gewoon leuk, hè? Vorige keer terugblikken, nu vooruitblikken. Ik denk, ik geef jou even een kleine voorrang. Ja, Dus helemaal leuk. ja, nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren en tot de derde aflevering van de podcast.